De komende 3 dagen. Ik heb 3000 keer je wedstrijd vechten. En elke keer dat je hem vecht van binnen, win je hem. Yes? Ik ben Rachel. Ik ben 22 jaar oud. Ik vind het allemaal zo typisch. Hoe stel ik mezelf voor? Ik ben Rachel. Rachel John. Dat is wie ik ben. Mentaal heb ik al best wel erg geworsteld in het verleden. Ik ben gediagnosticeerd met een eetstoornis, met een depressie. Vanaf mijn 15e tot en met mijn 22e heb ik medicatie geslikt. Elke dag. Ik kon geen één dag zonder. Mama, where are you? Wil je ook een appeltaart maken na een wedstrijd voor mij, mam? De eerste keer in de ring, zij zit daar een beetje als een influencer een beetje aan het hoppelen. Tot zij een hele grote klap kreeg. En op een gegeven moment was zij wakker geworden van haar droom. En je merkte wel, de echte Rachel was daarna naar buiten gekomen. Op het moment van die ring zelf, ik weet nog dat ik gewoon af en toe zei, oh sorry, oh sorry, oh sorry. Dat zo pijn deed. Ja, ja. Deze dan ga je hoeken en dan ga je trappen. Door corona begon ik met kickboksen. Omdat dat was een van de weinige sporten wat je kon uitoefenen, zeg maar, bijvoorbeeld in het park. Ik deelde mijn kickboksjourney ook online al, maar dat was dus eigenlijk alleen pet zijn. Ik kreeg wel heel veel comments van mensen van ja, wanneer ga je nou echt een wedstrijd doen? Je gaat daar dus shinen, je gaat de dingen doen, je hebt het gedaan. Ik zet gewoon alles uit. En dan gaan vechten. Je wordt gewoon behandeld zoals iedereen, je wilt gewoon vechten. Vechten is een van mijn grootste angsten. Ik vind het doodeng, nog steeds. Zeg maar, je kan één ding verkeerd doen en het is klaar. Zeg maar, het blijft vechten, het is super eng. Maar doordat het dus zo eng is en doordat ik dus die uitdaging aanga, merk ik dat ik er zo sterk van word. De blauwe hoek, Rachel John. Zo daar niet. Ja, en dat was heel erg het begin voor mij om dus mijn depressie te kunnen overwinnen. En dat had allemaal te maken met dat mijn enige focus gewoon alleen trainen is. Dus ik hoefde niet geforceerd te studeren of te werken. Alleen het is gewoon zo lastig om echt dat traject aan te gaan uiteindelijk. Want waar doe je dat? Welke sportschool? Je wilt ook een sportschool vinden waar je thuis voelt. Nee. Zo qua. Niemand wil echt pijn. Filmbouw. Ja, hoe voel je? Ah, ik ben zo moe. Ik zou even laten zien hoeveel ik weeg. Ik stresste heel erg dat ik niet op gewicht zou komen. Dus ik ben vanochtend naar de sauna geweest. Ik heb in de jacuzzi gezeten. Ik ben 3 rondjes om 10 minuten in de sauna geweest. En toen was ik eigenlijk op gewicht. Ik heb ORS mee, omdat ik wel een beetje uitgedroogd ben door de sauna. Ik ga gelijk drinken daar de way in. Dit is een protein kaas. Ik ben François Lubbers, trainer, coach bij Fight District en trainer, coach van Rachel John. We hebben de grenzen zeker opgezocht, aangezien ze niet binnenkwam als vechter. En het kunnen kickboksen maakt ze nog geen vechter. Dat proces moesten we met haar nog doorstaan. Ik wist niet wat ik er allemaal voor moest laten om daadwerkelijk te kunnen vechten. Ik denk dat ik leren vechten heel erg had geromatiseerd in mijn hoofd. Dat je gewoon een levertrap krijgt en dat je eigenlijk wilt stoppen. En dat je denkt van ja, maar ik wil toch geen blessures oplopen en toch moet je doorgaan tijdens trainingen. Dat had ik heel erg onderschat. Dat had ik gewoon niet verwacht. Ik kan toch niet zomaar helemaal in elkaar geslagen worden en verwacht dat ik de volgende dag gewoon op kom dagen op training. Maar daar moest ik dus heel erg doorheen. Je weet het nooit. Een wedstrijd blijft een wedstrijd. Strijd is een strijd en er kan van alles gebeuren. De gekste dingen gezien. Maar voor zover ik erin sta en ik het kan beoordelen, maken we een hele goede kans. En zolang je weet dat je een goede kans maakt, moet je de strijd aangaan. Us, hop, us, hop. En aan de andere kant, komt ie. Stevig. Hop, hop. Dat was hem. Hier kan ik niets voor je doen. Nu is het aan jou. Ja?
Weet je wat het belangrijkste is? Als je daar staat, want je wilt het zo graag, dat je geniet. Ja, dat is zoals vergeet ik dat ook nog wel eens. Ja, je moet ervan genieten, meid. Je staat straks in die ring, geniet in volle teugen van... In een kooi. In de kooi zelfs. Genieten van, dan zal het allemaal een stukje makkelijker, een stukje beter gaan. Nou, dat was echt heel kort. Ik ben nu jij dat niet weet. Ik ben hier zo. Ja. Jij moet klokken dat je aan de zijkant met Duco gaat. Oppas ik voor mijn rechterhand. Ja, met Duco. Eigenlijk alleen niet. Ja, dan ben je eruit. En dan moet ook zorgen dat je weer naar midden terug moet weer, hè. Doodeng. Hey, ik heb slecht nieuws. Mijn gesprek gaat niet door. Ik voel me gewoon, ja, dus ja, het is gewoon jammer dat ik 3 maanden naar je toe werk voor niks. Ja. Ik heb zo hard ervoor gewerkt. Dit was gewoon niet hoe het zou moeten gaan. Ik had voor mezelf helemaal uitgestippeld hoe ik het had gewild. Ik heb keihard getraind. Maar wat gaan we nu doen? The road to not a fight. Ja. Misschien, ja, I don't know. Maar alles, ja. Het is gewoon zo lastig dat ik me op dit moment gewoon heel machteloos erover voel. En ik denk dat ik dat het moeilijkste vind. Aan de ene kant heb ik heel veel overwonnen tijdens dit traject. Wedstrijd of geen wedstrijd. Dit hoort erbij. En ik ben benieuwd waar. Ik denk dat de documentaire nog niet over is nu. Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon doorgaan. Nee, FCA okay. Is nu, jongens. Even over de wedstrijd. We weten nu dus dat we een tegenstander hebben. We gaan even de gameplan veranderen. We hebben even zitten rotzooien met je gewichten. Je moest 4 kilo afvallen. Dat is gelukt. Het is zo moeilijk om te trainen, niet weten of je wel of niet gaat vechten. En ook met je voeding, want voeding is al best wel gevoelig bij mij. Het is zeker lastig om soort van om weer te diëten als je hebt gestruggeld met een eetstoornis in het verleden. Ik kan me nog herinneren met de eerste wedstrijd. 3 jaar lang heb ik mezelf nooit gewogen. En toen moest ik ineens weer op de weegschaal staan. En dat is heel raar. Gewicht waarop je vecht zegt niks over hoe je eruit ziet. Dus je vecht gewoon op een bepaald gewicht. En het liefste wil je ook weer aankomen na de weging. En dat zijn dingetjes wat ik vroeger dus nooit wilde. Het is nu veel meer een uitdaging. En wat je ook al zei, maar toen jij ook tegen jij zei gewoon van ja, weet je. Zij, je gaat wel stoten ontvangen. Hè? Je moet wel echt knokken. Je gaat wel klappen krijgen nu. Je gaat wel klappen krijgen. Ja, want deze is net zo lang. Ja, een kleintje kan je veel meer ontwijken. Die gaat op je benen werken. Dit meisje gaat met je boksen. Die gaat op je kop slaan. En je moet nu gaan trappen. Dat meisje kan boksen en jij kan trappen. Ja, maar echt. Jij moet je high kicks en je middle kicks en die moet je gewoon gaan gebruiken. Je ademhalen. Alle vertrouwen, meid. Je kan dit. We gaan dit slikken. 69,97. Ja, mag je 300 gram drinken? Ja! Koffie? Mag drinken! Piraten mee? Proteïne shake en ORS. Oh, goed. Ja, dat is wel. Oké. Oh, ik wil je leuk, ik wil je
kijk morgen namens Team Haarhuis. Ah, enjoy the... Oh my god. Ja, nog meer. Bang zijn. Ik heb zo hard getraind. Zal ik wel even iets aan doen? Beetje links, beetje rechts. Het kan van alles zijn, hè? Ja, we vragen wel gewoon af. Wat vind je nog? Dan gaan we vechten. Ja. Je moet gewoon niet focussen, gewoon slopen. Gewoon niet tikken, gewoon gelijk alles hard. Gelijk vanaf het begin. Gewoon gelijk van gelijk vanaf het begin hard slopen. Weet je wat het is? Als ze elke keer dat ze naar jou komt, kan hij met de fok aan stoot, dan gaat ze ook wel een beetje afgeschrikken, weet je wel. Maar als jij eerst een beetje aan de gang laat gaan, dan komt ze lekker in. Je moet gelijk hard vanaf het begin. Dat is belangrijk. Einde van deze partij. Het resultaat is natuurlijk gewoon heel mooi. Ik heb op KO gewonnen. Het voelt niet als een einde, het voelt meer als een begin. Dus ik denk dat we nu beginnen met het echte werk.